Op leerboerderij Stebel aan de Plasdijk in Mander wordt momenteel door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen met de vogelwerkgroep Geesteren hard gewerkt aan nestkastjes. Eigenaar Mirjam Braakhuis vertelt hier meer over. Wij zijn een zorgleerboerderij. Wij bieden 3 trajecten aan. Dat zijn reïntegratietrajecten, dat zijn dagbesteding en dat zijn zorgleertrajecten. Dus dat betekent dat we ook onderwijs kunnen geven op onze leerboerderij. Nou, de nestkastjes is eigenlijk ontstaan omdat we een activiteit zochten voor onze deelnemers. En we wel heel erg van de natuur houden. Nou ja, en als je een beetje het nieuws gevolgd hebt en ook de mensen wel gesproken hebt, hebben ze de afgelopen tijd veel last gehad van de eikenprocessierups. Nou, en hier wonen we in het buitengebied en daar hadden we zelf ook erg veel last van de eikenprocessierups. Nou, en om een mooie daginvulling te vinden, hebben we inderdaad de nestkastjes gemaakt. Gemeente heeft contact met ons opgenomen. Ja, wij hebben eerst de vraag bij hun neergelegd of ze daar ook behoefte aan hadden. Toen heeft de gemeente contact met ons opgenomen en toen zijn we samen in gesprek gegaan. En toen hebben we samen dit besloten. Okay, heel mooi, daar zijn we heel blij mee dat we dit mogen doen. Ja. Hoe kan je aan zo'n nestkastje komen? Nou, je kunt je opgeven via de site. De site heeft, op in Rotte Essen gestaan, maar dat heeft ook op Facebook gestaan. Op de Facebook van de gemeente. En daar staat een link en als je die opent, dan verwijst hij je naar de mailadres. En dan kun je opgeven om een vogelhuisje af te komen halen. Wie kan daar allemaal op inschrijven? Alle inwoners van de gemeente Tilbergen. En hoeveel kunnen er op inschrijven? 500 mensen. We hebben er wel een aantal meer gemaakt, maar de gemeente geeft er 500 weg. Wij hebben er trouwens niet alleen 500 gemaakt, moet ik wel vertellen. Wij hebben er 300 gemaakt, maar de vogelvereniging maakt er ook 200. Dus gezamenlijk 500 en die 500 geeft de gemeente weg. En gaat het ook echt werken? Nou, ik hoop het wel. Ik heb een kennis die woont in de gemeente Twenterand. En daar hebben ze het afgelopen jaar ook gedaan. En daar waren de helft van de nestkastjes bewoond. Nou ja, dus dat vind ik wel een heel mooi aantal al. De nestkastjes zijn tot 14 februari verkrijgbaar. Ook in de gemeente Dinkeland kunnen inwoners tot 21 februari een gratis nestkastje krijgen via boerderijcampus Erve Meinders in Tillichten.